Het juridisch team van het Nationaal Jeugdinstituut, NJI, is de afgelopen tijden bezig geweest met het aanpassen van het concept ordereglement van de Jeugdraad Suriname. Na evaluatie is besloten om het ordereglement af te ronden voor te doen goedkeuren bij de eerstvolgende vergadering. Dit bevestigde de fungerend voorzitter van de Jeugdraad Suriname, CJ Wiebers, in gesprek met onze redactie. Sinds de laatste vergadering met het jeugdraad heeft het fungerend bestuur van de jeugdraad samen met het NJI gekeken naar wat er allemaal is gebeurd bij de eerste vergadering van de jeugdraad. En we hebben zeg maar geëvalueerd en gekeken van oké, hoe wat nu, hoe verder. En we zijn druk bezig om het ordereglement af te krijgen, zodat die goedgekeurd kan worden bij onze eerstvolgende vergadering. De fungerend voorzitter gaf te kennen dat zo gauw het ordereglement af is, er gewerkt kan worden aan de voorgeschreven projecten. Daarbij ook meegenomen het installeren van een officiële leiding voor de raad. We zijn nu eigenlijk druk bezig met dat van het reglement. Het staat wel vast dat we elk lid 10.000 SRD gekregen krijgt om een project uit te voeren in zijn of haar district. Dus dat is al zeker. We zijn nog niet bezig met plannen van de verschillende projecten, maar het budget is al, zeg maar, het budget staat al klaar en het budget is ook al bekendgemaakt tijdens de jeugdraad interne vergadering. Maar first things first, we moeten eerst een leiding hebben binnen de jeugdraad, een structuur creëren en van daaruit gaan we verder dan. Wiebers zegt dat het in de bedoeling ligt om de verdaagde vergadering op zaterdag 26 augustus te hervatten. Gekeken naar de logistieke uitdagingen weet hij niet in hoeverre dit haalbaar is.